Voorzitter, het is belangrijk dat we vandaag bij elkaar zijn. Om te laten zien dat we verenigd zijn en sterk staan. Dat wij ons niet uit elkaar laten spelen. Ik was de afgelopen dagen ben ik ontzettend onder de indruk geraakt van hoe de Oekraïense bevolking, onder leiding van hun president, hoe ze opstaan. Hoe mensen zonder militaire training wapens oppakken. Hoe ze soms zonder wapens richting tanks lopen. Militairen aanspreken. Hoe ze, ik zou niet willen zeggen zonder angst, maar met alle angst die ze voelen, toch voelen dat ze hun land moeten verdedigen. Niet alleen vluchtelingen die Oekraïne uitgaan, maar mensen die Oekraïne ingaan om hun land te verdedigen. Het is onze grote taak om hen daarbij te steunen. En voor alle politici hier in de Kamer, gelukkig zijn het er niet veel, en ik kijk naar rechts, die hebben, moeten we het nou alleen maar doen om de Oekraïners te helpen? Dit gaat over zoveel meer dan Oekraïne. Wat hier op het spel staat is onze internationale rechtsorde. Het idee dat volken zelfbeschikkingsrecht hebben. Het idee dat we na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben ontwikkeld dat we grenzen respecteren. Dat we andere landen niet binnenvallen. En doe niet alsof Europa of Nederland niet de diplomatieke weg wil bewandelen. Dat willen we altijd. We hebben zo ontzettend veel moeite gedaan om aan tafel te komen en te blijven met de Russen. Zij willen niet. En als zij dat niet willen en escaleren, dan is er maar één antwoord. En dat is dat wij nul twijfel hebben om op te staan. En ik ben ook ontzettend blij met de reactie van de Europese Unie. En wij staan volledig achter alle sancties. Wij staan achter het leveren van wapens door Nederland, door de Europese Unie. En ik zeg dat we achter alle stappen zullen staan die nodig zijn om dit conflict tot een einde te brengen. En ik vind ook dat we meer moeten doen. Het gaat niet alleen over het bevriezen van tegoeden van Russische oligarchen, ook over het geld wat door Nederland stroomt via de Zuidas. Pak het aan. We moeten openstaan voor vluchtelingen. Ze helpen de landen aan de grenzen met de opvang, maar ook hier klaar zijn om mensen op te vangen. En het wordt tijd voor stevigere defensiesamenwerking in Europa. Want het gaat heel veel over het budget en hoeveel we uitgeven hier in Nederland. Maar uiteindelijk geeft Europa al 7 keer zoveel uit aan defensie dan Rusland. We moeten nog beter met elkaar gaan samenwerken. En het wordt tijd om alle discussies over de Defensie-Unie, Europese legers, versneld op te pakken. Voorzitter, we moeten ook kijken naar de binnenlandse gevolgen. Dit wordt een lange strijd. Maar uiteindelijk gaan we hem winnen. Maar de consequenties voor Nederland zullen enorm zijn. Ik ben er voor om over te gaan tot een boycott van Russisch gas en olie. Het is onverteerbaar dat nog steeds dagelijks $600 miljoen richting de Russische Federatie stroomt. We moeten daarmee stoppen. En dat zal ongekende gevolgen hebben voor de gasprijzen en de energieprijzen in Europa. Niet alleen in Nederland, ook in Italië. Ik denk vooral aan Italië en Duitsland. Maar we moeten het doen. En daarom kijk ik naar het kabinet. Wat nodig is, ik moet terugdenken aan de regeringsverklaring. Ik begon mijn bijdrage toen dat het toch vreemd is om over een regeringsverklaring te spreken en de plannen van een kabinet voor de komende jaren, terwijl je weet wat er aan de Russische grens gebeurt. Ik kon toen echt niet vermoeden dat het ook echt zou gebeuren. Maar het betekent dat een beetje rommelen aan de koopkracht echt niet voldoende is. Het vraagt een hele stevige herziening voor hoe we kijken naar de Nederlandse plannen om ervoor te zorgen dat onze Nederlandse bevolking de stevige aanpak die we moeten kiezen ook echt kan gaan meemaken. Voorzitter, ik kom tot een afronding. We moeten ons beschermen tegen de aanval op onze democratie van buiten, maar ook van binnen. En daarom zal ik er ook voor pleiten dat er een breed onderzoek komt naar de financiering van politieke partijen en van politici en de banden die er zijn met Rusland. En, voorzitter, zal ik bij u het voorstel doen dat mochten er nog vertrouwelijke briefings komen aan de Tweede Kamer, dat partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV daarvan worden uitgesloten. Op dit moment in de geschiedenis kunnen we dit gemarchandeer in ons eigen parlement niet hebben. En moeten we ons niet alleen beschermen tegen de Russen, maar ook tegen de inmenging hier in Nederland. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Kuzu van Denk.